Er is meer Europese integratie nodig. We zullen die bevoegdheden naar Europa moeten overdragen die de euro verder versterken. Want de euro is de ruggengraat van onze economie. Maar dat geldt niet voor ons pensioenstelsel. Dat geldt niet voor ons sociaal stelsel. Die kunnen rustig Nederlands blijven. Nederland heeft Europa nodig. Kijk naar de Rotterdamse haven, die is met 4% gegroeid. Dat is niet omdat Zuid-Holland meer producten koopt of dat Nederland dat doet. Dat is Europa. Dus wij horen in de kopgroep van Europa. Dus ik ben het ook volstrekt met Bernard Wientjes eens. Wij moeten in Europa integreren. En daarmee ook het spel bepalen. Dat niet het zuiden uiteindelijk de keuzes maakt, maar Nederland met de noordelijke landen. Dan hebben we een sterk Europa en dan komen we uit de crisis. Ja, GroenLinks vindt dat Europa verre van perfect is, maar dat we wel een sterker Europa nodig hebben. Een sterker Europa omdat dat de enige manier is om de financiële crisis en de eurocrisis ook op te lossen. En omdat dat ook de enige manier is om de grote uitdagingen die het milieu en de uitputting van grondstoffen en van energie aan ons stellen. Europees kunnen we een veel sterkere vuist maken. En Europa heeft ons tot nu toe ook veel welvaart gebracht. Wij vinden in goede en slechte tijden, we hebben elkaar in Europa nodig. Kijk, de Europese integratie heeft ons natuurlijk het nodige gebracht, maar heeft ons ook in de problemen gebracht. We zijn te snel van start gegaan. We zijn te snel geweest met het invoeren van de euro. Daar loopt de Nederlandse bevolking nu tegen ten hoop. Ik vind het dan ook heel erg terecht om te kijken naar wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst, om beter te gaan samenwerken, om beter op elkaar te letten, maar niet te snel. En Nederland moet zeker geen bevoegdheden die te maken hebben met onze begroting overdragen aan de EU. Europa is een werkelijkheid. We moeten in Brussel doen wat in Brussel moet en in Den Haag wat in Den Haag kan. Maar ik ben ongelooflijk blij dat VNO-NCW en MKB nu met zo'n site, hè, Europa en de feiten, laten zien dat we aan Europa verdienen. Dat het geen boeman is, dat we het wel moeten verbeteren. Het moet democratischer, het moet slagvaardiger, maar Europa is gewoon binnenland.